Dit is een videoproductie van InMail.nl en De Nije Krant. Sinds september 2011 kennen we de schettering aan de Hoogveldseweg in Mil. Maar sinds februari dit jaar is het er anders dan dat we gewend waren. Aan Mark Gerritsma de vraag wat er veranderd is. Sinds februari hebben we alles, het hele roer in Mil omgegooid. Ja. En verbouwd tot hoe ook de andere vestigingen zijn. Ja, voordat we het over de andere vestigingen hebben, hoe was het hier op de schettering toen je 5,5 jaar geleden begon? Wat was het toen? Wat wilde je toen? Het was een kledingwinkel en uiteindelijk hebben we er een heel beauty gebeuren bijgemaakt. Mm-hmm. Een kapsalon, een schoonheidssalon en een nagelstudio. Een zonnebank neergezet. En dat idee heeft ons verder gebracht. Ja, want je vertelt van ja, in Mil is het nu hetzelfde als op de andere vestigingen. Want de schettering is op meer plekken te vinden dan alleen in Mil. Klopt, ja. We zitten op 9 locaties. 9 locaties? Ja. Waar zowel? In Boksmeer, in Venray, in Schaik, Eindhoven, Zevenaar, Maastricht, ja. Heerlen en Eigelshoven bij Kerkrade. Ja. En overal heet het de Schettering? Klopt, ja. En overal eenzelfde concept als dat je nu hier in Mil hebt? Ja, ja, ja. En hoe ziet er dat uit, dat concept? Want wat vinden we hier nu aan de Schettering en op al die andere schetteringen? Ja, de basis is de kapsalon en daarbij hebben we regelmatig dat we een nagelstudio hebben, een schoonheidssalon. Ja. Op sommige plaatsen een zonnebank. Ja. Het wisselt een beetje af per locatie aan de hand van de ruimte. Ja. In Mil hebben we toch nog wel wat sportartikelen, omdat er gewoon vraag naar is in Mil en er is niks anders in Mil. Dus, ja, precies. Ja. En als we hier dan in de kapsalon rondkijken, 5 stoelen staan er op dit moment. Ik denk dat je daarmee behoorlijk in de ruimte zit. Of zeg je van, we merken echt dat het drukker wordt en af en toe zitten we weer helemaal vol? Ja, we hebben het af en toe hebben we het behoorlijk vol zitten. Ja. Het wordt ook steeds meer en steeds drukker. Waardoor we alvast daarop zijn... zijn gaan handelen. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. Naast de kapsalon hier in Mil dus ook schoonheidssalon, bruiningscentrum, nagelstudio. Klopt. Jij barst altijd van de plannen. En dan denk ik, komt er nog meer bij? Nee, alleen wat accessoires en sieraden willen we een beetje erbij doen. Maar that's it, voorlopig. En de verdere groei van de schettering, want ondertussen al op 9 plekken. Ja. Komen er nog meer? Klopt, ja. We zijn in ieder geval in gesprek met nog een aantal nieuwe potentiële over te nemen vestigingen. Mm-hmm. En de bedoeling is dat we in 2017 groeien naar 15 locaties. Dan even terug hier naar Mil. De kapsalon. Mensen die zeggen van, nou, daar lijkt me wel wat. Altijd afspraak maken of kunnen ze ook zo binnenlopen? Het kan beide. Het makkelijkste is als er een afspraak is, maar mag altijd even binnenlopen. En ja, wie weet is er plaats of... En dan eens even wachten. Of ja, misschien heel eventjes wachten, maar dat is ook geen probleem met een lekker kopje cappuccino of zo. De schettering aan de Hoogveldseweg in Mil. Het juiste adres voor kapsalon, nagelstudio, schoonheidssalon, pedicuresalon en zonnestudio. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website www.schettering.nl of like de Facebookpagina.